Deze nieuwsuitzending is in het kader van het feit dat ik het heb ontdekt. Een nieuwsuitzending dient vrolijk te zijn. Dan kan je denken, waar haal je die vrolijkheid vandaan? Die kan je uit je eigen putten, hè? Bijvoorbeeld omdat in jouw leven alles fout is gegaan en toch kan je nog steeds op beide benen staan. En rijmelen, dat gaat tegenwoordig ook nog wel. Dat is het ene. Maar het andere is, gewoon even lekker persoonlijk, schaken. Zo leuk. Vooral die internet, YouTube schaakvideo's. En dan moet je hier zijn. Bij Mato Djelic. En die man, die moet uit het oosten van Europa komen. En die verblijft momenteel in Australië, als ik het goed heb. Hartstikke leuk. We gaan even naar hem luisteren. Dit was zo geinig. Dit is een schaakvideo-instructiefilm van 2,5 minuut. En het Engels wat hij spreekt is te begrijpen, zonder meer. En dan gaan we nu even luisteren naar Mato Djelic. Dat is zo leuk. Even voel die skinny. Dat je het goed ziet. Als de computer meewerkt. Ja, precies. Rewind en dan gaat hij. Hi, this is Mato. In this video I will show you a chess tactic called Desperado. Hoi, what is Desperado? It is... wat is Desperado? Ik heb net gekeken naar een western film. Dat was met Clint Eastwood. En tegenwoordig moet je dan Clint zeggen, want dat schijnt Clint te heten op zijn Engels. Maar goed, Desperado. Het is een tactical resource in which you use your doom piece to capture as much material as possible before it dies. Ja, your doomed piece. Dus je hebt een stuk op het bord en dat stuk is vervloekt. Daar heb je niks meer aan. En wat ga je daarmee doen? Nou, zoveel mogelijk. Bam, bam, bam. Desperado. Wat een kloppende paarden. Ik heb net naar die western gekeken, hè, met altijd opstuivende zand. Ja, daar komt het allemaal op neer. Hè. Luister goed naar Mato. Let's have a look at our sample game. White started with e4. Black played e5. f4. King. Ja, dat vind ik zelf heel erg mooi. Dat heet het koningsgambiet. Wit die geeft een pion cadeau. En als zwart daarop inhapt, dan weet je als wit precies wat je moet doen. Je moet dat paard, daar rechts onderin zit een paard. Hè? Dat paard moet naar f3. Dan ben je veilig en die pion die krijg je wel terug. En je tegenstander, ja, die zit een beetje uit balans of zo. Dat is... Een beetje ouderwets, maar goed. Je hebt ook de ontkende koningsgambiet en dan gaan ze eraan voorbij. En dat gaat deze over. King's gambit. Bishop to c5, king's gambit declined. Ja, dat zegt hij net, hè. King's gambit declined. Knight to f3, knight to c6, bishop to c4, d6, c3. White wants to push pawn to d4. Bishop to g4, pinning knight and fighting for... Ja, daar gaat het eventjes om, hè. Wat er nu gebeurt, ik kan kijken of ik het aan kan wijzen. Je hebt natuurlijk twee pijltjes. Dit is het pijltje van Mato. Hier staat die loper. En die pint dat paard. Dat paard kan momenteel niks doen. Want als het paard weggaat, dan valt die koning in. Snap je? D4 square. The most common move in this position is d3. h3 is also played, and then after bishop takes, queen takes, knight to f6, d3. Het gaat hard, hè? Dit gaat and echt, it is ja. About equal. Dit is even dat hij een variatie bespreekt. Dan komt hij zo dadelijk terug naar de game. Hè? But in this position, white saw a killer move. He thought. He saw a killer move. So he sacrificed his bishop on f7. Dit vind ik ook echt goed, hoor.
Dus de kunst van het schaken. Hè, wat wit nu doet, is die gooit die, de loper, die bishop op zijn Engels, recht tegen die koning aan. Dat betekent dat je twee tempo inlevert. Een offer heet dat. En wat moet zwart doen? Ja. Het is check. Black captured bishop. Knight to g5. And in white's calculation, king was going to e8. Then queen takes bishop. White is a pawn up with better position. Als volg je hem nog? Dat was het idee van wit. Van alles gaat goed. Ik heb een heel mooi plan. Het liep heel but anders af. After knight to g5, it is black to move. Ja, en wat gaat zwart doen? Die bishop, die loper van zwart, die staat heavy onder vuur. Die is ongedekt. Dat paard staat gedekt. Hè, door de pion. De koning, die staat schaak. Dus als zwart ben je hier de pineut. Je raakt je bishop kwijt. Je loper ben je pleite man. Ja, behalve natuurlijk als je desperado gaat spelen. En hier krijg je desperado. And he didn't play king to e8. Nee, this is critical position of the game. Ja, what would you play in this position if you had black pieces? Ja, precies. En wat zouden jullie spelen in deze positie? Ga er even over nadenken. Kijk, die loper die ben je kwijt. Dat mag duidelijk zijn. We zitten zwaar in de misrekeningen. Maar wat ga je nou doen? Wat is het antwoord? Tik, tok, gaat de klok. Nou, komt ie hoor. Black. Captured. Dat is hem. Dat is hem helemaal. Gewoon met je koningin dat paard pakken. Knight en dan? On g5. With queen. Pawn takes queen. Hoppakee. Bishop takes on d1. Hatsje de patja. King takes bishop. Klata. En nu gaan we even tellen. Ja? Wit heeft de koning natuurlijk. Twee torens. En twee mindere stukken. Minor pieces. Namelijk een paard en een loper. Wat heeft zwart? Zwart heeft een koning natuurlijk. Twee torens. En drie mindere stukken. Namelijk twee paarden en één loper. Ha. Zwart heeft gewonnen. Lalalalalala. The dust has settled. And black is a piece up. And winning the game. So this was a desperado move. This tactic is named after the bad guys in the old westerns. You are going to lose a piece in any case. Take something out with it. And that is all. I hope that you enjoyed watching this video. I wish you good luck with your chess and bye for now. Ja, oké. Okay. Even ter afsluiting. Dit is een hele leuke van Mato. Ik ken hem helemaal niet hoor. Ik heb hem nooit gesproken. Ik heb ontzettend veel schaakuitzendingen van hem gezien. En ik vind echt dat Mato Cialic, daarmee meen ik na zorgvuldige bestudering, is Mato Cialic is de Martin Toonder van de schaakvoorstellingen. Alleen, al hou je niet eens van schaken, luister naar de stem van die man. Nee. Hij begint altijd hetzelfde. Van, I would like you a very much lovely game. Of a beautiful game. A game played between en dan persoon A, persoon B. En dat speelde zich af in een of andere stad. En dan gaat hij zeggen, ja, en waar ligt die stad dan?
dat je weet dat Helsinki, dat is de hoofdstad van Finland. Dus ik krijg niet alleen schaakles, maar ook geografieles. Waar ligt Sofia? Dat soort dingen. Hij heeft een beetje moeite met het uitspreken van Wijk aan Zee. Dat kan hij dan, dat zegt hij Wiekansee of zo. Maar er zijn wel meer mensen die dat Wijk aan Zee niet kunnen zeggen. Dat mag je Mato Djelic niet kwalijk nemen. Hij vertelt in elk geval dat Wijk aan Zee, dat ligt in Nederland. Ja. En Brussel, dat zal hij niet vertellen. Dat snapt iedereen dat het in België ligt. Hè? Dus van sommige plekken vertelt hij niet waar dat ligt. Hè? Maar Praag. Huh? Waar ligt Praag? Oh, Praag, dat ligt toch in Sofia? Nee, dat ligt niet in Sofia. Praag, dat ligt in Tsjechië. Dan gaat hij uitleggen hoe die openingen in elkaar zitten. Nou, Mato Djelic zelf kan helemaal niet zo verschrikkelijk goed schaken. Daar gaat het ook helemaal niet om. Ik denk dat ik van hem verlies. Tenzij ik hem eerst volgiet met Slibovic. Heb ik nog een kans? Als ik vol zit met Slibovic. Maar hij is een hele getalenteerde schaker. Niet op het topniveau. Maar hij houdt ervan. Hij ziet er de lol van in. Van oh wat leuk dat al die mensen aan het schaken zijn. Nou, hij is niet de eerste en hij zal niet de laatste zijn die vindt dat als je een oorlog wil voeren, doe dat tussen wit en zwart. Op het schaakbord. AUB. En nee, niet schoppen onder tafel. Dat is mooi, dat is schaken voor vrede. Zo zie ik Mato Djelic. En dan kan je zeggen, ja Perry, maar volgens mij wordt Mato Djelic betaald. En dat zal ook best wel. Hé, hey, dag schat, ik kom er zo aan. Ik moet even afsluiten. Ik was net een opname aan het maken. Ja? Nee, oké. Okay. Ja, nee, blijf hangen, blijf hangen. Niks aan de hand, niks aan de hand. Ja, ja, ik kom... Even, oké, okay, ik ga even afronden, want anders moet ik het... Ja. Nee, 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 blijf gewoon hangen. Gewoon blijven hangen, ja? Sst, ja, sst. Nee, nee, niet doe je. Oké, mensen, dit is dan even... Daar hangt ze weer op, hè. Daar heb ik altijd, dat vrouwen niet naar me luisteren. Dan zeg je, Perry, wat is dat seksistisch? Want je weet toch zelf ook wel dat ook mannen niet naar je luisteren. Ja, dat heeft ik weer. Maar het ging om Mato Djelic, hè? Luister daar even naar. Doe dat gewoon. Gewoon voor de gein. Mato Djelic. Je hebt het net al gezien, toch? Kan ik even zijn naam nog in beeld krijgen? Daar staat hij. Ja? Ik zal even uitvergroten. Gewoon voor de gein. En als je daar geen zin in hebt, dan zeg dan tegen iemand die wat jonger is dan jij, of wat ouder is dan jij, of een ander is dan jij, dat hij hier naar luistert. Dit zijn godverdomme uitzendingen van 6 minuten, 8 minuten, 10 minuten. Dit is niet dat gezeur wat ik altijd hou, wat anderhalf uur duurt. Dat is Mato Djelic. En dan heb je altijd, dan krijg je de critical points of the game. Ja. En dan moet je zelf gaan nadenken. Altijd hetzelfde. Het maakt niet uit wanneer je Mato Djelic opstart. Een vrolijke stem. Een mooie glimlach. En we hebben het over schaken. En het kritieke punt in het spel. Je gaat niet schaken als je geen zetten zet. Dan krijg je geen oorlog. Er moet gezet worden. En dat en de ene naar links en de andere daar gezeten. En dan heb je gewoon spanning, 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 spanning. En dan kabam. En wie krijgt er gelijk? Nou, de winnaar natuurlijk. En op zijn hamburgers zag ik tjus. En dag lievers,
Want ik ga Claudia terugbellen. Tot de volgende keer.